Wat was het mooiste Nederlands kampioenschap marathon schaatsen op kunstijs? Hendrik Haverkamp hoeft voor het antwoord op deze vraag geen seconde na te denken. Eindhoven natuurlijk, tweede kerstdag 1999. Een lood en loodzware wedstrijd. Deze maand is er weer een NK op kunstijs, op tweede kerstdag in Utrecht. Met oude videobeelden in zijn huiskamer en een oude schaatsmuts op, brengt Hendrik Haverkamp u alvast in de sfeer. En wat was volgens u het mooiste NK? Wil hij ook graag weten. Wat een slijtageslag. En hier Arnold Stam op zijn thuisbaan. Ontgoocheld. Hij kijkt dus in de rondte en weet dat het eigenlijk nu al gebeurd is. Wat gebeurt hier allemaal op het ijs van Eindhoven? Jongen, jongen, wat een kampioenschap. Wat een opening. En hier Angenette. De man die inmiddels 200 voorsprong heeft op een grote groep. Maar hij is nog altijd niet verlost van zijn plaaggeest Jan Maarten Heideman. Want Heideman zit er goed bij. Hier zijn vijf koplopers die weer een groepje inhalen. Peter de Vries, Jan Maarten Heideman, Henk Angenent, Ruud Borst. Ja, Heideman verliest natuurlijk Angenent geen seconde uit het oog. En de Vries leidt hier. Heideman in het blauw. Ja, dat is weer een mooie ontwikkeling. Hier moet reactie op komen. En ook Heideman schuurt het kopwerk niet. Het peloton daarachter valt stil. We blijven dus over met vijf koplopers. Heideman, Angenet, De Vries, Borst en Bert-Jan van der Veen. En links en rechts zijn er schaatsers die uit de wedstrijd stappen. En Angenet zwoegt maar door. Wat een prachtig kampioenschap. Ik heb zelden zo'n slijtageslag gezien binnen 50 ronden. En ook Van der Veen geeft het op. Kijk eens naar zijn gezicht. Kijk eens naar zijn... We gaan naar de bel voor de laatste ronde. Dan hebben we 150 ronden afgelegd. Peter de Vries gaat als eerste de bocht in. Gevolgd door Angenet. Heideman in het blauw in derde positie dan de titelverdediger Borst. Angenet komt als eerste de bocht uit. Heideman in het blauw komt buitenom. Heideman, rechts Angenet. Heideman in het midden. Borst geeft het op. De Vries is geblokt. En dan is het Jan Maarten Heideman die kampioen wordt. En weer staat Henk Angenet op het podium. Maar het is weer geen titel. Heideman wordt de nieuwe Nederlands kampioen. Henk Angenet pakt zijn vierde tweede plaats in een nationale titelstrijd. Voor reacties en meer beelden van marathonschaatsen www.haverkamp.blogsport.nl